Bewoners van de Waalsprong hebben nog nauwelijks parkeerplaatsen, maar er worden al wel massaal bonnen uitgedeeld. Als je als gemeente een wijk gaat ontwikkelen, moet je gewoon zorgen dat er voorzieningen af zijn voordat je mensen laat betalen voor die voorzieningen. En verder in de nieuws vandaag 60 minderjarige asielzoekers naar hotel in Bergendal. En het Gevelconcert is klaar voor de Vierdaagse Week. Aan de Tine Vastbinderhof in Nijmegen Noord zijn bewoners verontwaardigd over de invoering van betaald parkeren. Ondanks dat de weg nog steeds onverhard is en de parkeerplekken nog niet zijn aangelegd, lopen er geregeld handhavers rond die parkeerboetes uitdelen. In Nijmegen Noord is het hartstikke druk. De bouwvakkers zijn nu druk aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Daar lijkt niet zoveel mis mee te zijn, maar de bestrating is dus een ander verhaal. De straat achter mij, daar staan de parkeerplekken er goed bij. Je kan een auto daar prima parkeren. Nou, kijk je hier, dan zie je dat daar nog een heel stuk straat open ligt. Daar komt een stuk groen, wat in mei al af had moeten zijn. Er komen geen parkeerplaatsen. Dat is dan ook de vraag van de bewoners. Komen er wel genoeg parkeerplaatsen voor alle inwoners van deze wijk? En dan kijk ik aan deze zijde, de bestrating voor de parkeerplekken. Nou, dat is gewoon nog niet af. Je kunt je auto er ook niet heel goed kwijt, maar er wordt wel al gehandhaafd als je auto verkeerd parkeert. Volgens buurtbewoners komen de handhavers best wel vaak in deze wijk. Mijn eigen auto is soms gewoon zoeken. Vaak staan er ook werkbusjes of vrachtwagens of hijskranen op mijn plek. Of überhaupt op de straat, zodat je er niet bij kan komen. En voor bezoekers, zeker mensen die slechte been zijn. Nou ja, sinds ongeveer een maand hebben we hier een stoep voor de deur. Dat heeft ongeveer 5 maanden geduurd. Dus het is veel lastig ook voor bezoekers. En met name mensen die wat ouder zijn, wat slechter lopen. Of in ons geval met een kinderwagen. Om gewoon bij onze voordeur te komen. Ja, en dan hebben we het over de bestrating. En ze gaan natuurlijk, ze delen nu al boetes uit. Heeft u al een boete ontvangen? Nou ja, wij hebben inderdaad een boete ontvangen. Omdat de plek die we wel hebben bezet werd door een werkbusje en wij hem even aan de straat hadden gezet. En er een vrij onduidelijke communicatie is geweest over vanaf wanneer er gehandhaafd zou worden. Er staat hier een bord dat zegt vanaf medio 2022. Nou is het woord medio al heel erg dubieus. Is dat in juli? En 2022 klopt duidelijk niet, want het bord komt van de Aldi vandaan waar het een jaar gestaan heeft. Dus niemand heeft het echt heel duidelijk gecommuniceerd, dus die boete vind ik eigenlijk ook niet terecht. Ook de lokale VVD-fractie heeft kritiek op deze situatie. De partij vindt dat de straat en stoep eerst af moeten zijn voordat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Kijk, als je ergens gaat wonen, huizen gaat bouwen, moet je zorgen dat je huis er is en een parkeerplek. Want een parkeerplaats is de start en het eindpunt van je reis. En als je als gemeente een wijk gaat ontwikkelen, moet je gewoon zorgen dat er voorzieningen af zijn voordat je mensen laat betalen voor die voorzieningen. En dat gebeurt gewoon niet. In deze wijk wordt niet voor alle gebouwen die in aanbouw zijn parkeerplaatsen gemaakt. En er ontbreken parkeervergunningen op sommige locaties waar wel parkeerplaatsen zijn. De partij vreest dat dit zorgt voor meer verkeersproblemen. Wat zijn dan de alternatieven? Nou, om te beginnen, niet gaan handhaven voordat de voorzieningen hier in orde zijn. Ten tweede, zorgen dat er gewoon voldoende parkeerplaatsen zijn. Er zijn niet voor niks parkeernormen, die heb je gewoon nodig. En ten derde, gewoon stoppen met automobilisten pesten. De gemeente Overbetuwe heeft tegenwoordig een duurzaamheidsketen. Met deze keten wil de gemeente de inwoners vooral informeren en overtuigen waarom het zo belangrijk is om duurzaam te leven en wat de voordelen hiervan zijn. De gemeente Overbetuwe wil graag zichtbaar zijn als het gaat om duurzaamheid. Dat is dan ook de reden dat deze verplaatsbare duurzaamheidsketen gemaakt is. We komen graag naar inwoners toe om samen in gesprek te gaan en samen in actie te komen voor duurzaamheid. Nou, dat kan heel mooi met deze keten, het spreekt aan. En dat nodigt uit om in gesprek te gaan met elkaar. En kunt u ons ook wat meer vertellen over deze duurzaamheidsketen? Ja, het ontwerp van deze duurzaamheidsketen is eigenlijk gemaakt door jongeren. Die hebben tekeningen gemaakt wat voor hun duurzaamheid is. En deze tekeningen zijn eigenlijk de basis voor het ontwerp van deze keten. En die zijn hier eigenlijk allemaal op terecht gekomen. Nu staat de keten nog op de gemeentewerf in Elst. Het is de bedoeling dat de keten in het najaar op verschillende plaatsen in de gemeente wordt ingezet als informatiepunt.
Mensen kunnen eigenlijk met allerhande duurzaamheidsvragen naar de keten toekomen. Dat kan gaan over klimaatadaptatie, wat kan ik nou doen in mijn tuin, het plaatsen van een regenton. Allerlei acties die je kan doen, meer planten in de tuin. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld energiearmoede, wat als ik mijn energierekening niet meer kan betalen. Tot aan ik wil een warmtepomp of hoe kan ik nog beter omgaan met het scheiden van mijn afval. Dus eigenlijk heel veel verschillende vragen. Kan informatie gevonden worden in deze duurzaamheidskeet. De gemeente Overbetuwe is erg blij met de duurzaamheidskeet. De gemeente hoopt op deze manier een stuk duurzamer te worden. De hoofdreden is dat we samen aan zet zijn om duurzaamheid echt te laten slagen. En het begint met elkaar in gesprek zijn. En dat is een hele mooie basis om bewust te zijn, maar ook daarna natuurlijk over te gaan tot actie. Vanaf volgende week komen er al asielzoekers in het Fletcher Hotel in Bergendal. Dit gaat om een groep van ongeveer 60 alleenstaande jongeren tussen de 14 en 17 jaar oud. De opvang in het hotel start al vanaf 22 juli en duurt vooralsnog een jaar. Het COA huurt het hele hotel af, wat betekent dat er geen andere gasten zullen verblijven. Het hotel neemt contact op met de mensen die al een kamer hadden geboekt. Een 40-jarige man uit Druten moet 18 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw wilde laten vermoorden. De man leidde jarenlang een dubbelleven en hield er twee relaties op na. Een 29-jarige man uit Emmen voerde de moordpoging uit en moet 16 jaar de cel in. Op 11 april 2022 werd het slachtoffer aangevallen en in haar hals en rug gestoken op een camping aan de Piekenwaardeweg in Kerkdriel. Ze is gedeeltelijk verlamd, maar overleefde de aanslag wel. Ze onderging meerdere operaties. Door haar verwondingen kan ze nu zelf niet meer voor de kinderen zorgen. De nieuwe vestiging van bouwmarktketen Hornbach in Nijmegen-Noord is woensdagochtend feestelijk geopend. En alle vroegte, iets voor 7 uur, werden de wachtende klanten alvast getrakteerd op een dansspektakel. En burgemeester Hubert Bruls mocht met de hamer op de kop van Jut slaan, waarmee de winkel officieel werd geopend. Bij binnenkomst vormde de personeel een erehaag en ontvingen ze de eerste klanten onder luid applaus. In de periode van 26 juli tot en met 23 augustus is een deel van de Sint-Annestraat in Nijmegen afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de Groene Straat en de Archipelstraat. In deze periode wordt er gewerkt aan de onderhoud van de spoorviaduct, het asfalt op de weg en zullen de fietspaden verbreed worden. Maar voordat het zover is, wordt de Sint-Annestraat natuurlijk nog omgetoverd tot de Via Gladiola op vrijdag van de Vierdaagse. Op dit moment worden de plaatsen in de berm al massaal geclaimd door potentieel publiek. Overal langs de weg zijn er linten gespannen of liggen de oude bankstellen, sofa's en stoelen. Je kan er natuurlijk maar vroeg bij zijn. Het hoort bijna net zo goed bij de Vierdaagse als het wandelen. Het gevelconcert op de zondagavond. Dwelmuzikanten van diverse gezelschappen hangen uit de ramen van de panden aan de Grote Markt. En daarvoor moet natuurlijk ook gerepeteerd worden. En dat gebeurt deze week in de Nebokerk op de grens tussen Nijmegen en Heilig Land Stichting. Een oud kerkgebouw waar nu wel heel ongebruikelijke muziek uitkomt. We zijn hier in de Nebokerk, dat heb je kunnen zien, ook binnen. Hier wordt al een paar jaar gerepeteerd voor het gevelconcert. Dat is echt een typisch Nijmeegs feestje, zondagavond. Dat vergt een forse voorbereiding. Dit jaar doen we dat onder andere samen met Nexperia. Hier wordt nu 5 dagen achter elkaar wordt gerepeteerd. En als het goed is, vrijdagavond generale repetities, dat ze zondag dat ze er staan en dat het helemaal klopt en klinkt zoals het moet. Laat ik het leuk uitleggen. Die accenten, dat is een soort schrik-idee. Het orkest bestaat eigenlijk uit een aantal orkesten. Er zijn allemaal muzikanten van de Bloemops, van Tattemme.
en van de fietsband. En daarnaast nog een aantal muzikanten die uit andere dweilorkesten komen. En dan hebben we ongeveer 55 tot, ik denk, 57 muzikanten. En probeer al die mensen maar eens in het gereel te houden. Toch lijkt de dirigent daar niet zoveel moeite mee te hebben. Nou, sommige dingen gaan gewoon echt vanzelf. Ja, je zal denken, ja, een dirigent moet alles aangeven en dat soort dingen. Maar het enige wat ik meestal aangeef is het begin. En als het eenmaal loopt, dan loopt het. Aan de muziek zal het in ieder geval niet liggen. Het repertoire is erg gevarieerd en bevat alleen maar meezingers. Engelbewaarder, als je dat gaat spelen, Uit Mijn Bol, maar ook Highway to Hell. Dus we hebben ook een heel gevarieerd programma. Laila en uiteraard niet te vergeten de echte Nijmeegse muzieknummers. Amore Krupe, ja, dat mag natuurlijk niet missen. Als de muzikanten er dan ook nog lol aan beleven, is Peters helemaal tevreden. Nou, mij gaat het eigenlijk niet zozeer om mij. Mij gaat het eigenlijk meer om dat de muzikanten het snappen. En als de muzikanten het snappen, ja, dan hebben ze een bepaalde uitstraling. En die uitstraling, die heb ik straks nodig op het plein, hè? Op de Grote Markt. Zondagavond staat de Grote Markt dus helemaal in het teken van het gevelconcert. Maar ook zaterdag staat daar iets bijzonders te gebeuren. Ook dit jaar, net zoals vorig jaar, is er in de hele stad een gezamenlijke opening. Klokslag 4 uur. En het leuke is, dit jaar op de Grote Markt wordt dat afgeteld door onze burgemeester, de heer Bruls. Die zal vanaf een uur of half vier aanwezig zijn, vlak voor 4 uur. Wordt het aangekondigd, gaan we aftellen met z'n allen. En om 4 wordt er ingezet door nog een dweilorkest, anders dan deze. Maar dan gaat het feest beginnen. Nu maar hopen dat alle noten er vlekkeloos uitkomen zondag. Maar genieten blijft toch het belangrijkst. Ik vind het heel leuk en iedereen vindt het gewoon geweldig om het te doen. En dan gaat het om. En gaat het een keer niet goed, nou, drinken we een biertje en dan is het weer klaar. Vandaag was een beduidend frissere dag dan de afgelopen dagen. Er viel hier en daar ook een bui en verder kregen we een afwisseling van zon en wolken. Morgen zal dat niet veel anders zijn. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. En richting het weekend stijgt het kwik wel weer verder richting tropische waarden. Ja, en dan kijken we weer even naar de vierdaagse week zelf. Die verwachting lijkt redelijk stabiel te blijven. Met een mix van zon en wolken bij zo'n 23 graden. Er kan ook hier en daar een bui vallen, maar dat zal vooral voor de laatste 2 dagen zijn weggelegd. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. Alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Dan kun je een mailtje sturen naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.